Menno Lanting, auteur van de boeken Connect en Iedereen CEO, verblijft veel in hotels. Hij werkt met directies en raden van bestuur op het gebied van digitaal leiderschap, executive development, connectivity, strategie, sociaal kapitaal en business innovatie. Door zijn presentatie bij Coda in Apeldoorn inspireerde hij de deelnemers van de workshops. Maar is reclame, is dat niet eigenlijk de excuus voor het feit dat je niet origineel bent? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar de merken waar ik echt van houd, die doen heel weinig aan reclame, hè? De Apple-fans onder ons zullen dat weten. Nou ja, ik denk dat hospitality daar naadloos in past. Want wat hospitality doet, is natuurlijk groepen van mensen bij elkaar brengen. En ik denk dat heel vaak nu nog de klanten als individuen worden gezien. Maar de kracht zit er juist in, is wat verbindt die klanten met elkaar. Dus ik denk als de hospitality kan kijken naar niet individuele klanten, maar netwerken van klanten en wat ze daarmee zouden kunnen, dat ze nog enorme kansen hebben. Ja, en dan gaat het dus een heel gedeelte gaat langs je heen. En dus ook commercieel gaat er een heel gedeelte langs je heen. Ik wil niet zeggen dat je dan morgen geen business meer hebt. Maar het leidt er wel toe dat een heel groot gedeelte van de communicatie over jouw organisatie, dat je die niet meekrijgt. En dus ook niet op die potentiële kansen kunt intappen. Dus ik denk nooit dat angst en de angst voor het verliezen van controle mag volgens mij nooit de reden zijn waarom je daar niet in zou participeren. Nou, die is redelijk, want bij cloudscore zit zo'n beetje tegen de 60. En ja, tegelijkertijd zijn dat dingen die zijn eigenlijk net in ontwikkeling. Dus je moet daar ook nu nog niet al te veel waarde aan hechten. Maar ik denk dat het iets laat zien wat de komende jaren heel belangrijk gaat worden. Dus we zullen steeds meer gaan kijken naar medewerkers, maar ook naar klanten, wat hun online invloed is. Want als we die mensen weten te identificeren en we weten die mensen op een natuurlijke manier aan ons te binden, ja, dan zijn ze wellicht bereid om mede-ambassadeur voor ons te worden. Maar dat gaat de komende jaren komen. Dat begint nu net een klein beetje. Ik denk dat je twee vormen van hiërarchie krijgt. Je zult nog steeds de formele hiërarchie hebben in organisaties die we nu ook kennen. En daarnaast zou onder andere onder invloed van de sociale invloed zou een nieuw soort hiërarchie ontstaan binnen en buiten organisaties. En ik denk de bedrijven die twee met elkaar weten te combineren, dat de winnaars van morgen zijn. Nou, wij gaan voornamelijk naar Azië omdat het ons heel leuk lijkt om met ons gezin daar te wonen. En tegelijkertijd is het natuurlijk voor het werk, hè, waar ik me mee bezighoud, is wel een hele interessante regio om te zijn. Ook op het gebied van hospitality gebeurt daar enorm veel. En zie ik daar wel voorbeelden waar wij ook nog nodig van zouden kunnen leren. Ik verwacht dat ik daar dingen zal zien die vooruitlopen op wat we hier doen. Spannend. Ja. Nou, ik zie er heel veel plezier uit. Voor meer informatie ga naar saxion.nl/hbs.